Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken. Vandaag gaan we een wijn bespreken. Een wijn die bij Brasserie van Baarle al jaren op de kaart staat. Die ook een beetje het imago heeft als één van onze huiswijnen. En bij de brasserie zijn huiswijnen niet zoals op terras bij het café slobberwijntjes. Nee, bij de brasserie zijn de huiswijnen de klassiekers die elke keer weer terugkomen, die bij veel van onze gerechten passen en die al jarenlang bij ons op de wijnkaart staan. De eerste wijn die we gaan bespreken in deze serie is een wijn uit de Mosel. Nou, de Mosel, gelegen in Duitsland, is eigenlijk een rivier, hè? Die loopt van de Vogezen zo naar Koblenz. Het is een enorm lange rivier, meer dan 500 kilometer. Uiteindelijk mondt die uit in de Rijn. Maar wat wij interessant vinden, is het wijngebied, het Moezeldal. En dat is het gebied ongeveer van Trier in het zuiden tot Cochem in het noorden. En het zijn allemaal hele mooie bochten langs die rivier, langs de Moezel. En langs die rivier staan allemaal wijngaarden aangeplant. Die staan daar al jaren, want de Mosel heeft een extreem lange geschiedenis. Trier behoorde vroeger eigenlijk tot het Romeinse Rijk. Trier is ook de stad waar de wijnbouw in Duitsland in het jaar 0 is begonnen. En door de Romeinen werden wijnplanten aangeplant. Nou, waar staat de Mosel onbekend? De Mosel staat bekend om hele steile hellingen als eerste. Dus de hellingen die zijn echt super steil. Je moet je echt vasthouden, want anders donder je zo naar beneden. Het is ook echt vaak druiven worden handmatig geplukt vanwege de steile hellingen. Waar zijn die steile hellingen goed voor? Die steile hellingen die zorgen ervoor dat in een koel klimaat zoals het Moezelgebied de druiven toch optimaal rijp kunnen worden. De druiven rijpen best wel langzaam. Het is een heel lang groeiseizoen. En die hellingen die zorgen ervoor dat het zonlicht wat beter bij de druiven kan komen. Waardoor de druiven uiteindelijk wat rijper worden. Hellingen zorgen er ook voor dat de wortels van de wijnplant heel diep de grond in moeten om bij alle voedingsstoffen te komen. Dat is positief, want we willen de wijnstok niet te makkelijk maken. Hoe harder die moet vechten om bij zijn voedingsstoffen te komen, hoe geconcentreerder en hoe complexer de wijn uiteindelijk is. Daarnaast is het heel goed voor de drainage. Koele gebieden, het regent natuurlijk vaak. Die regen die kan goed langs de helling naar beneden glijden. Waardoor de wortels niet te nat worden, allemaal niet te prutterig. Dus het is goed, het natuurlijke drainage. En daarnaast is er ook sprake van drainage door middel van de wind. De wind die blaast natuurlijk zo door die steile paden. En die zorgt ervoor dat de bladeren van de wijnplant goed opdrogen na een regenbui. Wat gebeurt er als dat niet het geval is? Dan krijg je dingen als rot, schimmel. Het is natuurlijk vochtig en koud, moet je voorstellen. Sta je daar als plant. Je wilt inderdaad lekker dat het water weg kan, dat die wind je goed opdroogt, dat je optimale zon krijgt. En dat is waar de Mosel onbekend staat. Wat voor wijnen krijg je dan? Je krijgt wijnen met veel concentratie, omdat het groeiseizoen best wel lang is. Optimale rijping van de zon. Vooral de Riesling doet het ontzettend goed. Natuurlijk zijn er ook genoeg andere druiven die aangeplant staan. Je hebt Gewürztraminer, je hebt Dornfelder, je hebt Pinot Blanc of Weissburgunder. Je hebt Spätburgunder. Er is genoeg interessante wijn te vinden in de Mosel. Het Moezelgebied beslaat ongeveer 9000 hectare aan wijngaard. En daarvan is het overgrote deel Riesling. Dus wat gaan wij vandaag bespreken? De Weissburgunder uit de Mosel van het huis Paulinshof. Wijn die bij ons al jaren op de kaart staat. Die heel erg goed gaat met allerlei verschillende gerechten. Van het gepocheerde eitje met zalm tot aan de asperges wanneer we die hebben. Heerlijke bij de beurre blanc met mosselen, die heel vaak bij onze dagvis zit. Het is een enorm toegankelijke wijn met veel diepte en smaak, die bij verschillende gerechten eigenlijk een hele goede keuze is. Wat hebben we dus in het glas? Nou, de Weissburgunder, Duitse woord voor Pinot Blanc.
mooi fruit, wat meer appel, wat peer, bloemigheid, heel vriendelijk, lieflijk. Echt een smakelijke wijn die je met heel veel verschillende gerechten kunt combineren. In de mond is hij ook echt mooi vol. Nog steeds die peer, die bloemigheid. De zuren zijn lekker verfrissend, helemaal niet extreem. Goed in balans. Hij heeft ook een klein beetje een bittertje. Dat maakt hem gastronomisch ook heel goed inzetbaar. Gewoon een hele leuke wijn. Leuk als jullie deze wijn wel eens geproefd hebben. Om eventjes misschien in de comments iets te zeggen over jouw ervaring met Weissburgunder. Of met Pinot Blanc. Of met deze specifieke wijn. Altijd heel leuk om te horen. Nou, heel erg bedankt voor jullie tijd en voor het kijken. Proost. En hopelijk tot snel in de brasserie.